Goedenavond. Goedenavond. Ik denk niet dat ik heel lang ga wachten, want ik weet dat er dus op een ander kanaal ook weer een live is. Dus ik ga zomaar beginnen. Ik dacht, ja, wat gaan we doen? Het nieuwe papier vind ik ontzettend gaaf. Het lentepapier. En het lentepapier. Oh, wij verlangen allemaal zo naar de lente. Maar daar zitten dus hele leuke, softe kleurtjes in. En natuurlijk de lentebloemetjes. En die bloeien op momenten overal al. Narcisjes. Nou, sneeuwklokjes hebben we al gehad natuurlijk. Tulpen heb ik nog niet echt gezien. Krokus wel. Dus ik dacht, weet je, daar ga ik mee aan de slag. En toen kwam ineens het heldere moment bij mij. Hé, hey, wij hebben van Studio Light een mal met een tulp. Dus die moet er natuurlijk ook bij. En ik vind deze Die van de Gorgeous. Ik dacht, ach, ik kan best wel ergens een stuk label of zo kwijt. Dus ja, ik weet nog helemaal niet hoe die gaat worden. Ik heb al een deel uitgestanst. Ik ga dit even aan de kant leggen. Deze heb ik gestanst, dus die is klaar. Even een beetje plekje voor mezelf maken, want ik heb me redelijk ingebouwd. En wat heb ik al apart gelegd? Ik moet even dat papier ervan afhalen. Want ik heb al een aantal delen gestanst. Oh, dan krijg ik dat natuurlijk weer niet te pakken. Hoe irritant is dat? Nou, weet je, 1, 2. Hoppakee, is het eruit? Ja, ja, het is eruit. Joepie. Als het niet goed schiks wil, dan maar kwaad schiks. Ik ben nog steeds zo schor als wat. En het gekke is dat ik overdag nergens last van heb. Alleen 's avonds dan krijg ik de kikker in mijn keel. Dus ik heb ook ergens een snoepje weggelegd. Oh, nou mis ik dat hele kleine dingetje. Dat ga je niet menen. Gooi ik dat nou weer al weg? Nou ja, dan stans ik die wel opnieuw. Als ik hem niet meer heb. Ja, ik zie hem niet meer. Oh, hij zit op mijn broek. Dus als ik dadelijk een beetje zit te smekken, dan heb ik een snoepje in mijn mond. Excuus daarvoor. Ga je vreemd, arme Sabine. Ah ja, weet je, je kan altijd alles allemaal terugkijken. Daar zit ik heel erg te twijfelen. Ik denk niet dat ik hem ga beinkten. Wat heb ik gedaan? Alvast. Ik heb natuurlijk de basis heb ik al uitgestanst. Uit wit. Ik vind het trouwens wel heel lief dat je naar mij komt op Patricia. Dit is de basis. Oh, gaan weer al stukken door. Dus dat is de witte. Hopsakee. En die komt er dus zo uit. Dan hebben we, of heb ik, deze gestanst. Maar ik heb dus mijn platen maar tot aan hier gelegd. Dus je ziet, dit gedeelte is gestanst. Het achterste niet. Nou kan ik hem dus zo lang maar maken als, ja, iets langer trouwens. Maar ik heb het randje niet gestanst. Dit randje is niet meegestanst. Dus ik kan hem nu zo lang maken zodat ik hem zelf wil hebben. En wat wilde ik nou? Ik wilde hem eigenlijk alleen maar op één kant vouwen. Dus ik wil alleen hier die rillijn doen. Die vouwlijn erin. En de andere kant dus niet. Kijk hoor, of ik hem kan zien, want ja, een naadje op wit papier met naadjes is best wel lastig te vinden. Dus ik krijg nou een kaart met alleen maar één vouw. In principe is dit een kaartmodel wat je door en door vouwt. Nou ja, ik ben weer eens een keer eigenwijs. Ik doe het weer een keer anders. Ah, ik vind dat hij dan ook gewoon, daar kan je er meer op kwijt. Ik wil er gewoon wat meer op kwijt.
En dan blijft hij gewoon zo netjes staan. Ja, dan zie je de tulp misschien niet zo goed. Maar ja, dat is dan jammer, hè. Dan moet je hem zo zetten. Dan zie je het tulpje. Dus dat is die. Nou, dan ga ik deze dus uitmeten. En dat heb ik dus ook met de andere gedaan. Dan weet ik dat ik die hele kleintjes, die moet ik dadelijk nog even erbij pakken. En dat is deze. En die doe ik even op mijn magneetje. En deze. Want ik wist nog... ja, ik heb wel het designpapier, maar ik dacht dat kan hier misschien nog wel achteraan uit. Maar weet niet zeker. Dus dat en dat craft. Oh, ik lijk wel een beginneling. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Ik ga eerst deze snijden. Die ga ik dus nou de lengte bepalen wat ik nodig heb. Maar ik ga hem eerst even gewoon rechtdoor snijden. Dat vind ik dan het handigste. Nou, en dan hoop ik maar dat hij gewoon recht is. Ja, hapsa. En dan aan de andere kant natuurlijk ook. Is die nou niet helemaal 100% recht? Dan ga ik drukken, want dan ga ik hem gewoon een beetje ruw maken. Maar ik hoop dat hij gewoon wel recht is. Ook dat ruw maken vind ik niet altijd mooi. Ook niet altijd passen. Ik vind dat ruw maken vind ik heel tof. Maar dan vind ik dat ik hem ook bruin moet maken. Dan moet ik de randjes beïnten. Ja, dat is zomaar een tik van mij, hoor. Dat is natuurlijk helemaal niet verplicht. Maar zo vind ik dat. Even kijken. Ik denk dat ik zo goed uitkom. Hopsakee. En dan aan de andere kant. Ja, ik hou gewoon die puntjes maar tegen de rand. En dan kijk ik waar mijn snijer uitkomt. En dan kan ik niet anders dan dat eigenlijk recht zit. Het enige wat je nou ziet, is omdat je hem gestanst hebt. Dan ga ik even proberen dan eruit te wrijven met mijn vouwbeen. Is een heel klein stukje een opstaand randje hier. Omdat die, en dat heb ik bij de rest natuurlijk niet. Dus dat wrijven we even weg. Zo, doe ik niet bij de voorkant, maar wel die zijkant. Omdat het maar een stukje is. Zie je? En nou vouw ik hem daar naar beneden. En dan zie ik dat hij toch niet 100% recht is. Dus ik geef mijn andere snijer. Ja, dat is weer mieper de miep gedeelte. Maar dat moet er dan toch wel recht af. Dus die daar... Ik hoop niet dat jullie het horen, maar mijn zoon is hiernaast aan het sporten. Is met zijn gewichten in de weer. Ik zei vorige week al tegen hem, ik zei, jongen, ik zit je tilt zoveel op, zie ik aan mij wel optillen. Zo boven je armen, zo zwaar. Maar dat ga ik niet laten doen natuurlijk. Ik ga hem eigenlijk niet in de lucht laten gooien. Daar. Oh, nou moet ik ze natuurlijk nog even aftekenen. Ik vind het handigste. Ja, je kan het opmeten. Dat is eigenlijk wel zoals het hoort. Dus als het goed is, zit je dan precies goed. Maar ik doe het altijd een beetje eigenwijs zo. Ik leg hem er gewoon op zoals ik denk. Van oké, zo vind ik hem prima. En dan pak ik even een potlood als ik die vinden kan. Goedenavond, ook gezellig, uit Antwerpen. Hemelsbreed, helemaal niet zo ver van mij weg, hè. België. Dan ga ik hem er even gewoon opleggen. Is goed, dus moet hij recht zijn. Is hij nou niet recht, dan heb ik pech, moet ik opnieuw beginnen. Zou dat een straf zijn? Dus ik ga hem als eerste maar even... Doe het liever in twee keer, dan dat ik hem in één keer tekort kan snijden. Nou, ik denk, even kijken, niks meer aan doen. Aha! Nou, en dat doen we dus met deze ook. Die gaat daar ook weer bovenop. Ik kan de rookpluimen van de Bas F zien. En ja, die is in Antwerpen. Als ik hier achter de dijk loop, dan... althans, volgens mijn man is dat. Ooit in onze jonge bestaan... Oh, dat klinkt alsof ik heel, heel oud ben natuurlijk.
Maar toen hebben we het dus gehad dat we dachten van, my god, er is flink brand. Dus het bleek dat de bazef gewoon bezig was aan het afvakkelen. Word niet goed van de groene schermen. Joh, ik vind dat zo vervelend. Sorry, ja, ik weet niet hoe dat komt ook, Dick. Maar als je terugkijkt, dan heb je dat niet. Hoop ik. Want ik zie het niet, maar ik moet je eerlijk bekennen, ik heb het de laatste tijd ook. Dan springt het. En dan wordt het een andere kleur en dan... Dus ik herken dat wel. Dat is heel irritant om naar te kijken, daar word je echt niet goed van. Maar goed, ik zet hem op YouTube, het is helemaal niet erg. Alles is terug te kijken, dit hebben we over. Ik ga het even aan de kant, ik moet even een gummetje... En omdat ik die natuurlijk altijd op mijn prikpen heb van Studio Light, heb ik die dus kort bij de hand. En daar is die eraf. Hè? Nou, super. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik hierop ga doen. Ik had gedacht, weet je, ik ga hem gewoon eerst, ik ga deze hier bovenop plakken. Ik wil hier eigenlijk nog tussenin. Ik wilde die tag hier tussen laten frommelen. Oké, alles opnieuw. Nou ja, weet je, dan is het gewoon heel irritant. Misschien ligt het wel aan het internet, hè. Weet je, tegenwoordig met dat internet, ze zijn natuurlijk aan het hannesen met glasvezel en weet ik veel wat voor zooi. Nou, je hoort niet doen, Ko. Dan zit je weer te kletsen. Dit is niet goed. Hier moet je niks hebben. Hier moet ik geen lijm hebben. Of wel? Oh jawel, op deze wel. Ach. Dan zit ik er met dat internet in mijn hoofd. Maar ik weet het hoor. Ik heb het ook met vlagen. Het is niet op alle sites dat ik het heb. Dat is ook zo raar. Maar ik herken het wel. Absolutely irritating. We zitten trouwens in de groep van boekenvoordelen, dames. Dus de materialen die ik gebruik, die zijn daar natuurlijk te koop. Volgens mij heb ik hem een beetje scheef gesneden. Maar ja, dan moet hij er toch maar op. Alhoewel, ik weet dat... of weet je, ik kan hem ook wel daar even bij knippen. Valt het mee? Het valt reuze mee. Moet niet zo miepen, Ko. Timmermans oogje, hè? Maar ik denk dat als ik hem... Ik kan hem nog wel ietsjes geven... Klein beetje. Klein beetje. Oh, kom hier. Dus wat ik... er zijn dingen die zijn bij Boekenvoordeel... niet alles is in de winkel te koop. Maar dan is het in ieder geval wel online te koop. Dus dan kun je daar ook altijd... even zoeken. Ik heb gezocht of deze mal er was. Online is die er sowieso. Kijk, in de winkels, ja, daar kom ik niet. Dus voor mij ook helemaal niet naast de deur. En... we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel winkels hier. Vroeger hadden we echt een vracht. En tegenwoordig hebben we er... ik ga hem dus alleen zo. Tegenwoordig hebben we alleen maar een supermarkt. En een van alles nog wat winkeltje. En mijn lijm loopt niet door. En dat is het eigenlijk wel. Is toch niet triest? Oh ja, een patattent. Ja, aangezien ik dat zelf doe. Oh, mijn lijm is te koud. Ik voel het al. Dus, ja. Er is hier gewoon, wij zijn dat ook wel gewend hoor. Er is hier gewoon bijna niks. Dat is toch krom hè, want vroeger was er heel veel. Maar ja, vroeger was er bijna geen internet natuurlijk. Dan moest je naar de winkel. Nou, kijk, dus nou zie je eigenlijk niet, want ik heb hier dat rillijntje natuurlijk niet gedaan. Nou, als je dat dus niet doet, dat kleine puntje, ik vind dat valt niet op. Kun je gerust weglaten. Die kan er dus achter, die komt aan de andere kant. Die plakken we er ook maar gelijk even op. Jij bent op de tablet gekeken. Oh, die zie jij ook, Luus. Ja, in principe zit jij ook gewoon niet ver van...
Antwerpen, hemelsbreed. Hemelsbreed is alles best wel dicht bij elkaar, hè? Als je de weg over moet, dan moet je soms al een heel eind rijden. Want dan zei je, ik weet wel, toen ik een keer naar Sluis moest. Oh, maar dat is in Zeeland. Zie ja, maar ik rij net zo lang naar Zeeland als naar Sluis als dat ik naar Valkenswaard moet tuffen. Maar net zo lang onderweg. Krom, hè? Dat is die. En dan krijg ik deze. Die moet dus dat puntje naar beneden. Nou, die ga ik zo even overpakken met mijn... ben net bezig geweest. Ik ben vandaag in de tuin ook doen geweest. Mijn vinger wil niet. Het is net alsof die assortiment van een beetje op slot zit. Of die een krakje heeft gedaan. Geen idee. Heel irritant. Maar er zijn veel ergere dingen als een vinger die niet wil. Ik dacht al, misschien zet ik hem vast aan de andere. Dan heb ik er geen last van. Hier moet ik natuurlijk ook nog hebben. Ja, weet je, ik ben natuurlijk altijd wel een beetje van hetzelfde. Dus ik ga hem gewoon, dan klopt hij dan wel niet helemaal, maar ik ga hem wel van dit papier doen. Ja, ik kan er niks aan doen. Oh, ik ben een mietmus, wat dat betreft. Even kijken, want dat is ook heel vaak zoiets, hè, zo'n dingetje. Want dan ga je hem wegleggen en denk je, oh, hij moet zo. Maar nee, hij moet wel zo. Anders zit hij nog net op zijn kop. Dus die knip ik maar even uit. En dan knip ik hem heel even een stukje ruimer uit. Want dan kan dat andere dingetje er ook uit. Zo. En ik denk dat ik deze op mijn kleine machientje kan snijden. Dat hoopte ik in ieder geval. Want dan hoef ik geen herrie te maken. Het gaat. Het gaat gewoon lukken. En dan plak ik hem wel even vast. Ik doe dat tegenwoordig eigenlijk met heel veel mallen. En dan pak ik gelijk dat andere kleine dingetje erbij. Even kijken hoor, de puntje naar beneden. Maar ik vind het wel mooi dat er ook een stukje... Den Haag. Zie je nou, die hebben nou net op een magneet gezeten. Die zijn gewoon magnetisch geladen. Dus die gaat zijn eigen dingetje doen. Nou, dat vind ik niet best. Dan plak ik hem op twee kanten vast. Plak ik eerst deze vast. Wel recht, hè? Want je tekst moet een beetje... Er zit hier tekst op. Moet wel iets of wat recht lopen. Het is heel lichtjes, maar je ziet het wel. Nou, en die loopt dus niet helemaal door. Nou, zo. Zo kan je geen kant op. Doen we het toch gewoon even zo. Miss Switch Plus. Wat is dat dan weer? Geen flauw idee. Oh, ik zat er net naast. Zie je? En die valt er buiten. Dus moet hem dadelijk nog even een stukje. Ja, en toch lekker rustig, hè, Luus? Heerlijk. Daar houden we van. Als je dat helemaal gewend bent, dan wil je die drukte eigenlijk niet. Dan is die drukte wel even wel leuk. Mijn... Niet voor altijd. Maar goed, als je dat gewend bent, dan vind je juist de rust weer helemaal niks. En zo is het gelukkig voor allemaal iets. Plak ik hem terug op mijn stans? Ik denk het maar wel. Die kan er gelijk tussen. Ik heb geen idee waar ik zijn zak heb gelaten. Ergens. Die is wel ergens, maar ik weet alleen even niet, nu in de gauwigheid niet waar. Dus ik moet hem toch even anders opbergen, want anders dan... Er gaat altijd wel wat los, hè. Als je het er een paar keer af gehad hebt, dan plakt dat plakband niet zo goed meer. En ik moet zeggen, ik heb mijn stans een beetje krom getrokken. Zo. Nou, dan heb... Oh, ik wou zeggen, waar is nou dat kleine frummeltje? Oh, misschien heb ik... Nee, dat heb ik niet nodig voor een bloem. Ik zat net te bedenken misschien. Want ik weet dus echt nog niet wat ik erop ga doen. Dus het wordt echt net zo'n grote verrassing. Na 2 jaar hard sparen. Ja, ik heb geen flauw idee wat je bedoelt. Ik weet niet wat een switch is. Maar dat zal wel een machine zijn. Ik denk een standsmachine. Maar dan een bepaald merk of zo. Maakt ook helemaal niet uit. Veel plezier ermee. Lekker gaan stansen of gaan spelen ermee.
Oh, is de Passion in Harlingen? Ik vind de Passion altijd zo tof. Oh, de Big Shot. Ja, die, ja, ik weet het al, die nieuwere. Ik weet wat je bedoelt. Kijk, nou is het al gewoon een hele rustige kaart. En toch blijft hij fris. Want als ik hem nou wit had gemaakt, dan vind ik dat hij dus wat somberder uitstraalt. Kijk, als je daarvan houdt, moet je het zeker niet laten. Maar ik ben nooit niet zo heel vaak van het beïnkten. Zo. Ondanks dat het transparant opdroogt, haal ik het wel weg. Daar wil ik een plaatje op. Nou, hier kan ik als het goed is nog tussen, want daar had ik niks gedaan. Jee. En dat hoeft niet dik. Dun is de mode. Wat ga ik daar doen? Ik dacht, een van die kleine plaatjes. Want die kleine plaatjes, die passen dus mooi op die tag. Deze twee stansjes. En ik heb natuurlijk nou die grote tag gebruikt. Ik dacht, om nou niet tulp met tulp, want ik wil daar een andere bloem. Ik zit nog te twijfelen. Dat het of het lelietje de dalen. Ik wilde geen paarse. Of de narcis. Die vind ik ook wel. Ik denk de narcis. Vind ik ook heel gaaf. Weet je, jullie mogen meekiezen. Zeg het maar. Wordt het lelietje de dalen of wordt het narcis? Wat gaan we matchen? Oh, dan moet ik hem wel even netjes snijden. Want dadelijk zeggen jullie lelietje de dalen. En dan is hij. Ah, dan is hij beschadigd. Dan past hij er misschien niet meer goed uit. Lelietje. Nou, ja, maak het lekker makkelijk. Hou het spannend. Kijk zelf wel even terug wat het is. Ik ga in ieder geval nou mijn tulpje eruit halen. Want dat tulpje die komt op die tag. Ja, zelf. Hé, hey, Dick, bij weer terug. Ton op een poging wagen. Ze ziet ook alles, hè. Nou, eigenlijk normaal gesproken nooit, maar... Die rode, die. Nee, dat wil ik niet. Nee. Ik wil of de narcis erop of het lelietje de dalen. Ja, ik ben eigenwijs hoor. Deze rode tulp, die komt op de tag. De narcis, ja. Weet je, het wordt... Nou, weet je, we gaan het zo doen. Ik ga het nog leuker maken. Ach, laten we het even gezellig houden. Het wordt of het lelietje de dalen. Dus die ga ik dadelijk even gewoon. En dan ga ik even iemand aantikken. En die gaat voor mij links of rechts zeggen. Zullen we dat zo doen? Dan wordt het helemaal makkelijk. Want dan, maar nou moet ik gaan kijken wie het meeste. Ik ga zo kijken voor je, Maaike. Dit is Ultimate Scrappapier. Nou, we gingen over. Dit le wat is dit voor bloempje? Dat weten jullie vast wel. Klokje. Is toch geen sneeuwklokje? Oh, je hebt een sneeuwklokje. My god, koop toch. Nou. Nee. Niet iedereen mag links zeggen. Weet je? Eline, geef jij eens even. Want dat is nog weer lastig natuurlijk. Rondje of kruisje? Ik weet ook niet waar wat ligt. Dus ik hoor het van Eline graag. Rondje of kruisje? Eline Lutekuin, zeg het eens. Hou het spannend. Rondje of kruisje? En ze wil het niet zeggen. Of ze is net weg. Ze durft niet. Nee, ik denk het ook. Nou, deze komt op de tag. Nou,
Nou, dan houden we het gewoon op het rondje. Want Els die geeft aan het rondje. Laten we het spannend houden. Ik weet ook nog niet wat het is, maar die gaat weg, het kruisje. Nee, het wordt nou deze. Die wordt het. En we houden hem nog even lekker spannend erin. Vind ik wel grappig. We gaan eerst de tag even maken. Kijk, die komt dan daarop. Oh, dan komt daar nog een hoe heet dat? Ik denk dat ze koffie is gezet. Dan heeft ze de oortjes niet meer in en hoort ze het niet meer. Maar we hebben er een. En dan gaan we de reinforcer erop zetten. Want die hoort er natuurlijk bij. En die zit erop. En weet je, in eerste instantie dacht ik het bloemetje. Maar weet je, die vind ik dan, die komt er net tegenaan, denk ik. En dat vind ik niet zo mooi. Dus het wordt toch, denk ik, het gewone rondje. Komt die er ook tegenaan? Nee, die komt er niet tegenaan. Dus het wordt het rondje. Nee, dat is voor jou een beetje lastig, hè, om weg te lopen. Oh, dat is wel gemeen. Maar je kan wel wegrollen. Dat kan ik niet. Oh ja, nu wel. Oh, jij was blas. Zie je het, je was weg. Ah. Nou ja, we hebben de keuze al gemaakt, want Elsie heeft het gezegd. En die zei het wordt het rondje. Dus we gaan gewoon voor het rondje. Even kijken hoor, dan haal ik dit eruit. Ja, dat past precies. Nou, kijk, dit is ook heel tof spul, hè. Dat weten de meesten, weten dat wel. Dat is die hele grote, dikke, vette rol van Studio Light. Dubbelzijdig tape. Onmisbaar in je assortiment, vind ik. Echt voor kleine onderdeeltjes. Ik weet dat er heel veel craftlab-liefhebbers zijn. Daar moet je ze gewoon ook voor hebben. Maar ook voor... Oh, hij moet wel in de midden blijven liggen. Ook voor dus je reinforcements. Alle kleine dingetjes wat je stanst. Ik laagje op laagje. Ik stans het tegenwoordig allemaal met dit. Oh, je wil weten wat je... Oh ja, Eline, wat had je gekozen? Had je voor rondje of kruisje gegaan? Ja, dat willen wij ook wel weten. Mm. Zullen we zo eens even bekendmaken wat het dus wel geworden is? Oh, nou fijn, Eline. Nou, daar ben ik heel blij om. Nou ja, weet je, ik kon even geen keuze maken. Dus ik wilde de keuze bij jullie wegleggen. Waar is mijn prikpen gebleven? Ja. Hadden jullie dat ook al gezien? Dat heb ik niet van mezelf. Ik heb dat bij Janine gezien. En inmiddels zijn er al meerdere dames die dat doen. Je prikpen vullen. Dan maak je hem zoals je voor jezelf. Zoals jij dat leuk vindt. En, ja, moet ik hem nog een keer hebben. Ziet hij er niet zo doorschijnend uit, zal ik maar zeggen. Hè? Hij is nou mooi gevuld. Kijk, dit is heel subtiel, heel rustig. Daar ga ik wel een kantje aan gooien. Even kijken, welke kant ga ik gebruiken? Welke kant heb ik hier in de buurt? Heb ik daar dat rolletje? Oh nee, dat heb ik ergens anders voor nodig. Dan pak ik dit kant. Ja, en het zoutje. Even kijken hoor. Knip hem even gewoon hier. Oh, allemaal vallen. Rondje. Oh, je was voor een rondje. Nou zeg. Nou, dan heb je mazzel. Nou, en wat is het rondje geworden? Tada, tada, tada. De narcis. Yay. Ik vind dat gewoon... Maar weet je, al die bloempjes passen gewoon mooi bij elkaar. Dus. Wat dat betreft... Maar dit is heel mooi papier. Dat ga ik even laten zien, Maaike, want dat wilde jij graag weten. Het is SLUSC. SLUSC. PS24. Alleen nou weet ik niet of dat bij Boekenvoordeel dus ook zo heet.
Want je moet dit papier hebben. Ultimate Scrap Papier. Scrap Collection. Ik zal hem er even bij laten liggen. Wordt het lekker vol op mijn blad. Die heb ik zo nog nodig. Anders ben ik hem dadelijk kwijt. Hier komt een kantje aan. Met een touwtje. Gewoon om het makkelijk te kunnen pakken. Morgen ook bij de supermarkt. Oh, er liggen rollen jute. Oh, moet je nog jute? Moet je nog touw? Jongen, je wil niet weten wat ik allemaal heb. Zeg, ik hoef niks. Nee, daar heb ik allemaal zoveel van. Dat... Als ik dat ergens tegenkom, dan kocht ik dat nou niet meer. Want ik ben het nou eindelijk eens aan het gebruiken. Maar oh, dan kocht ik dat rollen aan rollen tegelijk. Want dan dacht ik, oh, dat is anders nergens. Of ik ben nou eindelijk ergens, dan kan ik het kopen. Kijk. En die hoeft niet zo per se heel lang, vind ik. Dat mag gewoon... Ups. Kort. Maar dan blijft die mooi wijd staan. Denk ik dat ik daar tussenin, maar... even kijken hoor. Dus hier komt ook geen tekst op uiteraard. Wat je dus kan doen is dat je hier aan de achterkant een wens schrijft. Is ook altijd wel leuk. Oh, je hebt het ook in huis gehaald. Ja, het is schitterend papier. Ik ben er helemaal verliefd op. Maar ja, ik hou dan ook gewoon wel heel erg van bloemen. En als je bij mij in huis kijkt, dan zou je dat niet zeggen. Want het zijn allemaal cactussen. Oh nee, de week toevallig geslaagd voor zo'n... Oh, dat weten de oudere dames ook wel. Dat is zoals voor mij echt jeugdsentiment. Kijk, die kan hier mooi tussen. Kijk nou hoe gaaf. Kwijt is die. Zo'n ertje. Zo'n ertenplantje. Ik zeg tegen mijn man, ik liep in de winkel. Ik zeg, die moet ik hebben. Dus we gaan nu de nasjes ook gebruiken. Dan moet ik hebben een stuk craft. Oh, dan moet ik even mijn craft pakken. Oeps. Ik ben even een eentje weg hoor. Het is zwart. Oh, het is hier ook zo donker. Wat erg. Je zou denken dat ik niks heb, maar krijg ik niet te pakken. Wat leg ik nou normaal altijd gereed? Maar dat heb ik natuurlijk weer vergeten. Dan heb ik ineens... Zo heb je niks en zo heb je ineens twee stukken. De grootste. Ik ga wel een stukje van de nasjes afhalen. Dat is dan wel weer een beetje jammer natuurlijk. Maar ja, goed. Even kijken hoor. Dit moet hieruit kunnen. Dan zit er ook altijd nog weer. Dus moet altijd wel. Ik heb nu in ieder geval craft waar dus vleug in zit. Licht van voor en donker van achteren. En als je dan de lichte kant overal aan de voorkant hebt, wil je dat natuurlijk overal hebben. Hè? En ik was eigenlijk niet van plan om. Oh, dan ben ik benieuwd of ik hem er zo doorheen krijg. Dat zal niet. Ik was niet van plan, wat wou ik zeggen? Oh, dat is erg, dan weet ik al niet meer wat ik wou zeggen. Om heel de tag er, ook aan de binnenkant, dat vind ik dan weer net te veel worden. Ik ga wel een beetje spelen met het papier er nog extra op. Want anders vind ik het een beetje erg saai. En er moet natuurlijk een kantje opkomen. Oh, Lego bloemen, ja. Die heb Alice ook gehad. Volgens mij. Die vond dat ook helemaal. Ja, weet je, ik vind dat op zich wel leuk. Maar ik heb dan wel het liefst toch echte bloemen. Heb ik hem daar nou net gemist? Oh, Co. Slordig Co. Maar daar ga ik hem natuurlijk niet voor overnieuw doen. Even aan de kant. En die ook. En dan... Allee, alles plakt aan je vingers vast, hè, als het plakt. Kijk, maar dan is het een beetje handwerk, hè, dat mag. Die, want die wil ik dus hier op de midden. Ah, dan wordt het een beetje erg saai. Dat is de grootte.
iets kleiner hebben. Oh, kijk nou, mooi. Oh, word je vrolijk van. Het is jammer dat alleen de bloemen altijd zo duur zijn. Weet je hoe dat komt dat ik dat vind? Ik heb zelf een bloemenwinkel gehad, jaren na jaren. En dan weet je gewoon wat ze inkoop waren. Ja, en dan ben je gewoon echt te pestig, zeg ik altijd. Om dus de prijs ervoor te betalen. Maar ik snap het wel hoor. Maar... En nee, kijk. Ik vind het ook wel gewoon heel leuk om gewoon in de tuin wat weg te halen. Dus een beetje forsythia. En binnenkort moeten we nog even een rondje gaan rijden. Ik wil nog katjes hebben. Van die flessen, lege flessen. En dan wil ik jute touw omheen draaien. Misschien een klein labeltje eraan. Misschien ga ik het wel live doen, weet ik nog niet. Filament. Kijk, die komt dan mooi hierop. Dan moeten we dus even gaan koekeloeren welk papier dat er dan weer wel bij kan. Want anders wordt hij wel erg saai, hè? En in principe past al het papier erbij. Maar dan wil ik altijd wel weer net... Oh, dit vind ik wel gaaf. Weer net wat een beetje ander formaatje. Dus ik ga hier een ander formaatje opzetten. Wat zal het zijn? 10 bij 10 of zo? Of 11 bij 11? Oh, anders kan ik het niet meten. Nou, laten we 11,5 doen. Nee, 11 bij 11. En ja, 11 bij 11. Dat ga ik pakken in het craft. 11 bij 11. Dus dit is echt gewoon zo een spontaan idee van... Jee, wat gaan we maken? Geen voorbeeld. 11 bij 11. Normaal zou ik dit netter doen, want ik ben altijd best wel zuinig met mijn papier. Maar ik heb van dit zoveel en dat is dat hele dunne. En eigenlijk vind ik dat niet zo fijn. 11 bij 11. Kijk, dan zie je die in ieder geval nog. En dan komt die andere er bovenop. Niet aan de bloemkant. Niet aan de vlinderkant. Dus dan wordt die 10,6. Kijk, en dit ga ik dus wel zuinig doen. We zitten nu op 30,5. Dus dan wordt het ongeveer hier. En dan zou ik, als ik hem draai, 10,6 moeten hebben. Even kijken of dat klopt. Oh, het is kort. Kom op, hè. Wel op hetzelfde naadje. Yes. 10,6. Nou, die komt dan hier weer op. Ik denk zo. Ja. En dan nog een strook zo. Ja. Of gaan we deze zo pakken? Nee. Even denken. Deze is eigenlijk best wel redelijk groot. Maar dit past wel. Dan wil ik er nog een strook zo op hebben. En een strookje zo, denk ik. Denk ik. I think. Hier heb ik nog een restant. Is dat breed genoeg? Jee. Dus wat haal ik daar uit? Ik ben eigenlijk benieuwd. Doen jullie het ook zo? Want ik weet dus gewoon echt niet wat het nu wordt. Nou, dit wordt 2,9. Dus ook je restjes zo opmaken. Wat belangrijk. Hij mag eigenlijk wel langer, hè? Hij mag er best wel gewoon voorbij komen. En dan daar ervan, zomaar halverwege. Dat is op zich ook wel leuk. Dus dan wordt hij... Waar is mijn liniaal? Dan wordt hij om en nabij, als ik hem dus van de kant haal, 11,5. Denk ik. Jo, ik haal op 11,5. Deze was 2,9 bij 11,5. 2,9 bij 11,5. Piept hij er daar dus van achter.
2.9. Ja, dan gaat het tulp eraan. Dat is jammer, maar het is nou helemaal aan. Het is niet anders. 2.9 bij 11,5. Of haal ik dit dan 2.4? Dan snij ik net dat butterfly er niet af. Oh, dat is ook wel een goede. 2.4. Fijne avond hoor. Bij 11,5. Kijk, dan kan ik die ene nog mooi gebruiken voor. Zie je net weer tekort? Ja, eigenlijk wel, maar hij ging er toch nog net af. Kijk, dat komt dan hierachter. En die komt er wel voorbij. Oh, die ga ik gewoon in zijn geheel zo zetten. Dat matcht eigenlijk niet, hè? Dan moet hij eigenlijk korter. Dus die moet 4 mm af. Dat kan eigenlijk niet. Want ik doe alles rondom randjes eraf. Dus dan moet bij deze ook. Dus hij gaat 4 mm af. Ja. Als je het ene doet, moet je het andere ook doen. En zo is het. Dit is gewoon lekker een beetje spelen met je papier. En in principe zie je er niet veel van. Maar toch wordt het dan altijd net een beetje speelser. Je kan het merken, hè? Ze gaat meer kletsen. En die laat ik wel aanlopen aan dat, zo. En misschien zie je dadelijk helemaal niks van dit stuk. Ik ga hier nog iets van een bloem op maken. Ja. Verder nog, eigenlijk hier een stuk van achter. Dus zo, I think. Dus die wordt smaller. Ik heb nog meer, hè. Oh, wacht even. Is die? Ja, want die komt er dan van boven alleen van achter. Dus dat hoeft ook niet helemaal. Deze breedte hier komt daar. Ik ben echt een beetje aan het goochelen nou hoor. Dat hoeft niet zo breed. Dit en dit is. Woep. Hoe breed? 7,6. Dus dit wordt 7,2 bij 5. 7,2 bij 5. En dan moet ik eens even kijken. 7,2 bij 5. Oh ja, de achterkant. Van deze. Dat is weer een ander. Het is echt allemaal die lichte tintjes die ik nou pak. 7,2 bij 5. Die. Nee, dan gaan mijn narcis eraan. Dan deze kant. 7,2. Hij hoeft eigenlijk niet eens zo lang, hè. Ja, laat ik het maar doen. Want als ik dadelijk beslis om hem anders te doen, dan past hij niet. Dus dan zou dat ook weer zonde zijn. 7,2 bij 5. Zo, nou, ik denk dat ik nou wel onderdeeltjes genoeg heb. 7,2 bij 5, die ga ik vastzetten alvast. Een vlindertje uitknippen. Oh ja, dat zou ook kunnen. Weet je, er zitten nog heel veel bloemen en dergelijke in. Maar ik denk dat ik gewoon een bloem ga maken. Die is goed. Nou, deze kunnen allemaal vastgeplakt worden. Dus dit is eigenlijk allemaal 4 mm korter. In principe is het bij de mallen van Studio Light meestal 5 mm. En dat verschil ga je dus wel zien bij mij op mijn kaart. Maar ja, ik vind 4 mm hou ik me altijd maar een beetje aan vast. Weet je, dat is heel wisselend. Want er zijn ook mensen die doen maar 2 mm. En ik heb ook mensen die doen... 3 mm is gewoon ook maar net wat je gewend bent. Zie je, want deze mal is dus eigenlijk weer een bredere rand. Ah, dat is een knies hoor. Die.
En zo wil ik eigenlijk laten zien dat je niet altijd heel erg veel mallen nodig hebt. Kijk, ik heb nou die tag erbij extra gebruikt. In principe, als je papier hebt, kan je ook altijd al heel veel. Misschien ga ik het dan een beetje zo doen. Dat ik gewoon nog weer anders ga spelen dan dat ik van plan was. Nee, dit matcht niet voor mij. Dit oogt niet. Oh, nee. Weet je, dan vind ik dit niet mooi. Want dit vind ik, in principe vind ik dit eigenlijk beter. Dan het kleine strookje. Dus ik denk eigenlijk dat ik het kleine strookje niet eens ga gebruiken. Dat denk ik. Die gewoon in de midden. En lees ze zo op. Dat is beter, hè? Vinden jullie ook niet? Ik vind van wel, die is te klein. Nou, die komt gerust wel weer een keer ergens anders op. Maar dit vind ik prima. Want ik heb hier een kantje gebruikt. Dan kan ik dadelijk toch nog iets van een strik of zo ergens doen. Ik kan daar een vlinder op, kan hier een bloemetje maken. Ja, dat doen we. Oké, plak vast. Ja, weet je, en dat komt, dat zeg ik zo vaak, omdat ik geen voorbeeld heb. En zo zit ik dus zelf in mezelf altijd kaarten te maken, op dat gedeelte te spelen. Dan maak ik gewoon dingen en niet alles wordt gebruikt, maar ik mik dit gewoon weer in de bak bij dezelfde papier. En dat pak ik dan weer op een andere kaart. Maar dit is rustiger. Dat andere werd te druk. Ja. Fijn dat jullie het ook eens zijn. En ik laat hem gewoon doorlopen. Oh, nu zit ik net te denken, want ik kan ook gewoon heel mooi die... die gaan we ietsje verhoogd doen. Dat vind ik wel mooier. En dan had ik hier, ik heb hier al zo lang een hele strook gesneden liggen. Dus die ga ik nou eerst eens opmaken. Dat is met bakpapier gedaan. Even kijken waar de... Want ik heb hier natuurlijk een stukje papier, hè. Dus ik... Hopsa. Doe ik het aan die kant dus niet. Want dat is niet echt nodig. Laat leven wel. Gaat de tijd toch snel als je plezier hebt, hè? Ja, jongens, ik kan dit echt dagen aan een stuk doen. Alleen helaas moeten er ook andere dingen gebeuren in ons huis. Maar ik denk dat jullie daar ook wel last van hebben. Dat je altijd gewoon het poetswerk komt elke week gewoon terug. Dat is toch zo jammer. Zeggen wij dan ook tegen elkaar. Ik heb natuurlijk Kees al heel de tijd thuis. Zo, Ko, hè, moet je nou weer die kamer doen? Ja, schat. Dat heb ik vorige week gedaan. Moet je nou weer dat doen? Ja. Komt gewoon elke week allemaal terug. En ik doe het echt bewust elke dag iets. Zodat ik dan... lekker de middagen gewoon lekker vrij heb voor mezelf. Maar ja, goed, nou moeten we dus, moeten er dus dingen in de tuin gebeuren. Ja, ook belangrijk. Ik doe nog even een beetje lijm eroverheen. En dan hier ook, want ik denk dat hij hem daar wel pakt. Beetje kijken of ik hem een beetje soort van in de midden kan mikken. Ik geloof het wel, ja. Oh, wat een heerlijk papier. Kijk nou, een tulp en een narcis. Je geeft iemand een bloemetje cadeau. Zeg het met bloemen. Hier wilde ik een bloem. Dus moet ik even mijn bloemen erbij zoeken. Want dat worden de bloemen. Waar zijn jullie? Kan ik die gereed leggen voor een ander? Nee, toch? Hé. Hey. Dit zijn de vlinders. Oh, nee, dit zijn ook de vlinders. Nee, ik moet ze bloemen hebben. Nou ja, zeg. Iemand de deur uit, mijn bloemen zijn kwijt. Is dat niet erg? Had ik die al in een bak gelegd misschien? Het zou zomaar kunnen dat die in een bak liggen voor een live.
Maar dat weet ik. Nee, toch niet. Nou, breek mijn klomp. Die heb ik gewoon ergens gebruikt. Ik heb hier een bak staan met al mijn spullen. Nou ja, dan wordt het denk ik knipwerk, hè. Ik zou een vlinder erop kunnen doen, maar die vind ik zo groot. Daar heb ik de vlinders niet. Ik heb toch wel meer bloemen. Gaan we dan de bloemen van Janine lijn pakken? Pak ik die. Het is niet anders. Ik wilde eigenlijk die van de... Eigenlijk wat op het moment mijn favoriete bloemetjes zijn. En die kan ik nou toch gewoon niet vinden. Ik scroll er nog één keer tussendoor hoor. Die kunnen toch niet weg zijn. Nee, dat is wat anders. Hoor je het kraken? Zoveel zit er in die bak. En dan gewoon wat je nodig hebt, dat kan je niet vinden. Daar word ik helemaal niet goed van. Ik word morgen weer heel de dag zoeken naar bloemen. Bloemenstanzen. Ik zie ze niet. Ook niet in mijn andere kraakje dat ze daartussen gerold zijn. Masks. Nee hoor. Nou ja, dan geef ik het op, dan pak ik deze bloemen. Want die zijn ook mooi. En dan heb ik gelijk zak ook. Oh, wat een toestand. Nou, dan wordt het denk ik die grote bloem maar. Dit maatje. Dit maatje. Die. En daar iets van een strik. En dan krijg ik... dit zijn mijn favoriete takjes. Die twee. Nou, die gaan uit Kraft. Daar is mijn stansmachientje gebleven. En dan de bloem. Ga ik die maar uit dat lichtere geel pakken. Komt dat daar weer terug in? Of dat is allemaal. Maakt eigenlijk niet uit. Ik snap daar niks van. Vinden jullie dat ook? Dat je dat dan gewoon kwijt bent? En dat kan niet hoor, want ik heb hier plenty materiaal. Maar dat is het hem juist. Dan heb je gewoon te veel. En dan berg je het niet goed op. Ik denk dat het gewoon in een bak zit. Weten we morgen weer wat we moeten doen, hè? Alles bij elkaar zetten. Dat is zo niet wat ik gewend ben. Ik zet het altijd hier in mijn bak. Klompen en tulpen. Ik heb toch geen klompen? Hebben jullie klompjes? Ja, net inderdaad. Houdt de dief. Je zou het haast denken. Ah, er is geen dief geweest hoor. Het zit gewoon ergens waar ik nu niet van weet waar. Maar, ach ja, weet je. Van de lang over mieren en koorts. Ga ik ook weer niet doen. Het is ook niet waar, toch? Ik doe de bloemen of de takjes doe ik gewoon even twee keer. Ik wil er een grote bloem op. Eén. Soms doe ik er een hele lading op, maar ik vind één grote bloem genoeg. En dan de bloemen. Weet je, dat ik zo'n takje kwijt zou kunnen raken, dat zou ik dan nog wel kunnen snappen. Want normaal gesproken zit hier liggen allemaal magneten, dus daar mik ik alles naartoe. Dan moet ik hem een beetje smaller maken, want anders past hij niet door het machientje. Maar gewoon een hele set. Ja, dat is maar één manier. En die set die ligt gewoon in een verkeerde bak opgeborgen. Die ligt denk ik... Maar heel de lijn van de blooming butterfly. Oh, zei ik dat? Is mijn klomp gebroken? Zo erg is het met me gesteld dat ik niet eens weet wat ik zeg. Nou weet ik niet of ik hem enkel of dubbel ga doen. Ik moet in ieder geval dat deze nog hebben. Dus ga ik zo zien. Als ik ze op elkaar leg, weet ik het. Soms kan een bloem enkel al genoeg zijn. Oh, even het lijmpistool gelijk aan knallen.
Maar soms heb ik er gewoon echt twee sets van nodig. Twee van ieder. Ah, deze is niet lekker gestanst. Ik denk dat mijn plaatjes weer aan vervanging toe gaan. Dan, ik heb ook al begrepen dat er nieuwe van die kleintjes zijn. Dat, dat zij weer iemand... Oh, er komt ook zoveel nieuwe spullen uit. Ook van materiaal, hè. Even kijken. We gaan hem even opbollen aan de achterkant. Ik zeg soms zoveel dingen. Zie ik wel eens op reacties op YouTube. En zeggen we, dan reageren de mensen daarop. Omdat die dan denken dat het dan op dat moment live is. Dat is natuurlijk niet. Want die live is al geweest. En dan denk ik. Ik begrijp niet waar die mensen het over hebben. Ja, dan ging die niet even. Dat zullen jullie wel weten. Als die even niet lekker rolt over je papier. Moet je er even mee door je haar gaan. Ik heb mijn haar net gewassen hoor. Er zit niks in. Het is helemaal schoon. Dat je niet denkt van hebba, dat is vies. Heel anders, dan is het alleen maar een lekker geurtje wat erin zit. Nee, ik denk één bloem van ieder gewoon. Dat dat wel voldoende moet zijn. Komt daar nog een leuke steen op? Had ik niet. Nee, die heb ik niet meer. Ik wou zeggen, had ik niet dat ene rondje met een beetje goud? Dan denk ik... Ja, één van deze twee. Maar ik denk dat die te groot wordt. Nou, nee, dat kan wel. Lekkere, dikke, vette bloem. Oké, eerst even. Ik doe de bloemen gewoon, meestal gewoon met lijm. Meestal niet altijd hoor. Nou is mijn lijmpistool ook nog gewoon niet goed warm. Dus hop, in de midden blijf ik ook. Als ik dit met een lijmpistool doe, dan heb ik vaak het punt. Als die dus gaat schuiven. En dan zit hij daarna vast. Maar dan zit hij wel verkeerd vast. Dus liever een bloem, liever met gewoon lijm. En dan de... Het hart, zal ik maar zeggen, het hartbloemetje, dat doen we dan wel. Ja, dat is inderdaad heel toepasselijk. Nou, die bloem die komt hier. Er komen gewoon een paar takjes onder. Want ik weet dat er in het papier zitten ook bloemen. Waar is dat papier? Maar ik dacht niet... Ik dacht niet dat ik dat nou zo leuk vond. Oh, die grote heb ik er al uit. Er zitten hele grote bloemen tussen. Dan heb ik maar één zoveel meer. Ik heb dan al zoveel geknipt. Nee, toch? Dat kan haast niet. Dat hoeft toch wel. Ik ben er zo mee bezig geweest van de week. Ook met het papier, want dat is... Kijk, want deze. Maar dat wordt te vol. Nee, vind ik niet mooi. Ik ga die met het strakje doen. En ik ga er met dat sisaltouw. Ik maak het dan weer net een beetje speels. Een beetje. Het is ook leuk voor mijn paasmandjes of zo. Beetje van dit spul. Dat moet ik even opknopen. En dan komt daar gewoon een witte strik. Je moet het wel een beetje op een propje doen. Want anders zit het veel te veel. Dan flossen we het weer een beetje uit. Dus krijgen we die hele lange sprieten. Dat vind ik niet mooi. Dit komt dan hier. En dan daar dat op. Jee, leuk. Oh, oh, Den Haag. Dan moet ik daar nog een grote strik. Die kan ik gelijk wel even maken. En dat wordt een strik met... Waar is dat spul? Ja. Ik vind dit wel heel tof. Dat is grof gaas, grof tulle gaas. En in principe dacht ik eerst van, mijn hemel, dat is veel te grof. Als je... Oh, zal ik nog even rustig strikken? Dat is misschien wel leuk voor jullie. Je maakt een lus. Nou, dat kan iedereen. Die hou je vast. Mijn uiteinde hou ik vast tussen mijn pink en mijn wijsvinger. En dan draai ik hem rond mijn duim. En dan gaat hij, die andere lus, die gaat naar mijn duim toe. Mijn andere duim toe. En dat is al. Eigenlijk, en dat zeg ik heel vaak, is het gewoon zo simpel. Want je moet gewoon net doen of je je schoen strikt. Of je je veters van je schoenen strikt.
En dan ga je gewoon naar elkaar toe halen iedere keer. Ja, nou weet je, Jeanne, ik denk werkelijk waar dat ze gewoon in de bak liggen waar ik mijn... Ik ben ze niet kwijt, ik ben ze alleen nu op dit moment kwijt. En ik kan ze gewoon niet snel genoeg vinden naar mijn zin. Maar ik vermoed, ik heb al mijn lijnen, zal ik maar zeggen. Ik heb de Janine's Mindful collectie, heb ik in een bak. Ik heb dit scrappapier in een bak. En zo heb ik alles in een aparte bak. De Blooming Butterfly zit in een bak. En omdat ik daar eigenlijk al ver mee klaar was met de Blooming Butterfly, heb ik die spullen hier naast me in de bak gelegd. Kijk, want waarom vind ik dit nou zo leuk? Je kijkt hier gewoon dwars doorheen. Nou, dit kan erop. En ik heb er deze keer dus geen tekst op. Maar... ik vind, niet altijd heeft een kaart tekst nodig, want soms gaat die voor een bepaalde reden weg dat ik het nu nog niet weet waarvoor. Dus het kan best dat ik er later nog wel een tekst op ga zetten. Het kan ook best zijn dat die tekstloos blijft. Dan moet ik even kijken, want ik wil die bloem dus hierop. Dan moet ik wel gaan duwen dadelijk. Daar een zakje in de midden. En dan moet je wel even aanduwen, hè? Anders dan staat het zo ver omhoog. En nou zit dat lijm natuurlijk allemaal weer aan mijn nagels. Soms, hè, maar dat is ook zo. En toevallig heb ik dat vorige week geopperd in een, bij de workshop. Na je 50ste moet je, dat heb ik van een oudere dame geleerd. Waar ik werk, dan moet je niks meer op een andere plaats leggen, want je kan het niet meer vinden. En weet je, het is gewoon zo. Maar ja, soms krijg je zoveel spullen dat je wel moet, hè? Kijk, die komt een beetje zo. En die bloem die duwt het eigenlijk zo naar beneden. En dan komt er nog een steentje in. En dan wil ik nog een paar kleine pareltjes. Die heb ik in een mooie kleur. Ik had toch zo'n steen gereed gelegd. Ben ik die nou ook alweer kwijt? Oh nee, hier. Oh ja, en dan is het maar goed dat ik deze voor deze steen gekozen heb. Want dan kan ik dus de andere steen die ik op mijn strik ga doen. Die kan dan ook gewoon met het zilveren. Ga niet voor het gelige. Nou, dat kan bij mij niet, want daar zit wit. Dus dat, ja, dat... zou, als ik hier nou geen witte hart in gedaan had, zou ik het gedaan hebben. Maar dat, ja, dat past niet. Maar ik heb toch een witte basis ook. Dus komt dat witte gewoon allemaal weer mooi terug. Zo, dan moet ik even kijken of ik nog witte steentjes heb. Witte pareltjes. Deze. Nou, die gaat er dus aan allebei. Oh, kijk nou toch. Oh. Hebben we weer van die lekkere lijmdraadjes. Hopla, jij aan de magneet. Men. Het is van geen wonder, hè. Raak ze wel kwijt, hè. Ik ga het proberen met mijn tweezer. Maar ik vind eigenlijk met die tweezer niet handig met mijn steentjes. Maar dat komt omdat ik het gewoon nog een beetje moet wennen om het dan op te pakken. Nee, dat gaat niet. Ik moet mijn andere... ik zoek mijn pincet. Nee, dit gaat niet. En ik heb gewoon geen geduld. Zien jullie mijn pincet liggen? Nee, zeker. Komt omdat er niks ligt hier. Ik heb hem net gehad. I really don't know. Nou, dan ga ik het zo proberen.
Maar dit is natuurlijk niet het allermakkelijkste maniertje. Nee, en zeker niet als je lijm aan je vingers hebt. Is dit dan weer gewoon zo'n uitzending dat je alles gewoon maar kwijtraakt? Of kwijt bent? Dat wordt dadelijk flink zoeken, hè? Die gaat er zo af. Zonder de... Hoe heet dat? Zonder het lijmdoetje. Dan moet ik zeggen, vind ik dat niet erg. Nou, wacht even. Dan kan ik hem natuurlijk met deze pakken. Zit het lijmdoetje er wel aan? Ik heb eigenlijk het liefste gewoon steentjes zonder lijmdoetjes. Nee, dat werkt echt niet voor mij. Dat gaat wel met papiertjes pakken, maar niet steentjes pakken. Zie je, hier is het lijmdoetje ook scheef. En dat is niet erg, als hij er maar zijn steentje rechterop houdt. Dat is die, en dan moeten er nog drie aan de onderkant. En dan vind ik eigenlijk wel, dan zou daar nog een leuke tekst kunnen. Oh ja, dat zou toch nog wel kunnen daar. Maar dat ga ik nou maar niet meer doen, hoor, want dan wordt het veel te laat. En ik moet dat gaan verzinnen. Ik kan het wel laten zien wat voor tekst het dan wordt, want ik heb al wel wat in mijn gedachten. Ik denk dat hier... Maar dan kan ik eigenlijk... Ja, nee, doe ik het wel. Oh. Ik ga het nu niet doen, maar ik ga wel laten zien welke erop komt. Soms is lange nagels dan toch wel weer makkelijk, hè? Want dan is... Die hebben jullie vast allemaal wel voorbij zien komen. Deze teksten, daar ben ik die, met die bloemen allemaal. Oh, daar ben ik helemaal, helemaal weg van. Die is er ook in het... Kijk, wat de tekst. Geluk zit in het zonnetje. Lach het leven tegemoet. Dus ik ga hier een dikke kus voor de allerbeste mama. Als ik hem voor de moederdag zou houden, zou ik die erop doen. Deze zijn te groot. Maar ik had gedacht hier. Maar geluk zit in het zonnetje. Dat kan hier mooi staan. Dus ik denk dat ik dat later... Maar dat ga ik later doen. Ik heb er hier ook nog een. En die zijn denk ik ook... Oh, ja, die zijn te groot. Later komt er een tekst op, jongens. Maar dat zal een van die twee zijn. Dus dan ga ik even de spullen aan de kant leggen, dat jullie toch in ieder geval nog een beetje mijn kaart kunnen zien, wat ik dus gedaan heb. En dan kan die dus gewoon zo... Nou, dat had je gedacht, Co. Jawel, hij kan zo staan, dus de mensen hebben niks nodig. En dan komt die eruit en daar kan een wens op gezet worden. Nou, ik vind hem weer helemaal tof en daar word je vrolijk van, vind ik, van voorjaarsbloemen. Dan dank ik jullie allemaal weer heel hartelijk voor het kijken. Heb je geen prikpen in de buurt? Oh ja, dat lees ik nou. Ja, dat had ik natuurlijk in de buurt. Ik dank jullie wel voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende live maar weer. Doei doei!